Chimanga, die dat goed deed. Haaien probeert de bal te bezorgen bij Sol. Dan is er een blessure. En twee spelers van AZ die Hichler daarop attenderen. Chimanga loopt daar tegen Weghorst aan. Dan kan Weghorst niets aan doen. Dat neemt niet weg dat het wel pijnlijk kan zijn voor de linksback van Willem II. Dat is ook zo. Maar ja, het is echt een stevig contact geweest. Want ook Weghorst heeft behoorlijk last van zijn schouder. Ja, hij is echt goed duizelig, goed dizzy. Jordi Kroeks zijn vervanger. 25 punten inmiddels dus voor de ploeg van der Looij. Een behoorlijke buffer opgebouwd met de onderste plek. Daar lijkt Willem II zich voorlopig niet meer zorgen om hoeven te maken. Bellassani, oeh, dat scheelt niet veel. Haaien is de bal ook kwijt. En hier is Weghorst. En Dos Santos staat helemaal vrij voor het doel. Weghorst ging voor eigen succes. Dan maakt Haaien er weer een potje van. Dan heeft AZ dus weer de bal. Seuntjes. Rienstra. Niemand om hem heen. Zou het kunnen proberen, maar dat durft hij niet aan. Bellassani. Bellassani nog altijd. Nu voor zijn linker. Bellassani, schitterende poging. Mooie redding van Lamproe. AZ wordt sterker. AZ is sterker in de eerste helft. Speelt zeker niet groots, maar wel beter dan Willem II. Tankovic. Schijt hem snerp aan. En Seuntjes met een mogelijkheid zich. Nadat er wat krullig wordt uitverdedigd door Willem II. Hij verloor als trainer nog nooit van Willem II. 5 zegens en 1 gelijkspel. John van der Brom. Valt eigenlijk niet veel in het spelbeeld in het eerste kwartier van de tweede helft. Koppers. Kroeks. Terugleggen, dat is goed gedaan. En de kans en de redding van Krul. Dit is de eerste echt serieuze kans voor Willem II. Goeie aanval. Keurig teruggelegd door Kroeks en de redding van Krul. Dat is prima hoor. AZ heeft het dus ook lastig tegen de taaie Tilburgers. Zoals Vitesse zich vorige week stuk beet en zelfs verloor. Bellassani. Bellassani en weer Lamproe. Ook hij heeft het al een keertje of 3-4 geprobeerd nu. Ilias Bellassani. Lamproe uit positie, het is een goal. Hichler geeft het doelpunt. Hij heeft niets gezien wat niet mag. En dan staat AZ op voorsprong en krijgt Lamproe de gele kaart. Vraagt iedereen zich af of daar geen overtreding is gemaakt in het 5 meter gebied. De corner van Bellassani. Weghorst gaat natuurlijk richting de doelman. Ja, die springt vol in Lamproe. Dit lijkt me toch een overtreding. Weghorst tegen de doelman aan. En dan is het denk ik een eigen goal. Joppe krijgt hem nog op zijn voet. Oelare, handig. Kali. Oelare doorgelopen. Johansson kan niks doen. Oelare breed. Weg, daar lag Krul. En Krul heeft hem. Voordat Valkenburg die bal kan binnenlopen. Dos Santos. Lucas ook ten aanval. Het is 4 tegen 3. 5 tegen 3 zelfs. Als ook Bellassani zich meldt. Moet Lucas dat nog even zien? Dat heeft hij gezien. Bellassani. Lamproe met de redding. Kali. Als Weghorst zich een beetje verstapt. Kali met een goede paas. Maar dit past. Sol. Met niet tegelijk maken. Kali is de uitblinker aan de kant van Willem II met de tweede keer een uitstekende steekpaas. In dit geval voor Frans Sol. Weer precies de goede snelheid. Sol oog aan oog met Krul die snel uit zijn goal kwam. Wipt hem naast. Oelare wint het duel. Krul niet en gaat hij er nog in. Hij gaat er nog in ook. Het is 1-1. De goal is van Valkenburg. Invaller Erik Valkenburg bezorgt Willem II in extreem is dat toch nog een punt als Tim Krul komt, maar de bal niet heeft. Een diepe bal, Oelare die het kopje wel wint. Daar komt Krul, maar hij zit mis. En Valkenburg heeft hem. Hier is het gedaan in Tilburg en is de opluchting groot bij de aanhang van Willem II. Want zij houden toch nog een punt over aan die wedstrijd tegen AZ die verloren leek eigenlijk. Nadat AZ op voorsprong kwam een minuut of 20 voor tijd.